Ja, zeker. En dan win je dus met 9-1 van Heerenveen. Martijn, own jij inderdaad altijd jouw nederlagen? Ik oonde altijd vrij makkelijk mijn nederlagen, ja, als toen ik voor zelf voetbalde. Ja? Dat was niet zo dat ik daar nou heel erg van was je dan ook trots op de ploeg? Ik ben ook altijd heel erg trots op de ploeg. Ik snap wel waar jij naartoe wil. Maar, hoe heb je daar naar gekeken? Ik zat te bedenken, heb ik wel eens met 9-1 verloren, ongetwijfeld. Ja, hoe ik ernaar heb gekeken. Naar het interview met Van Persie, uiteraard. Ja, weet je, iedere andere trainer had natuurlijk al lang een paar draaien om zijn oren gekregen. Maar omdat het Van Persie is, ja, dan moeten we het allemaal leuk, goed en aardig vinden. Is dat terecht? Nee, want ik vind ook dat Van Persie mag je toch gewoon kritisch beoordelen. Hij is toch verantwoordelijk voor hoe zijn spelers op het veld staan. En dan, als je dan bij 4-1, dan mag je toch inderdaad best wel eens zeggen van... Nou jongens, even die nederlaag wat beperken. Want ja, 9-1, dan kun je wel zeggen van we ownen het. En het is maar een nederlaag en het zijn maar 3 punten. Maar het gaat natuurlijk wel in de hoofden van die spelers zitten natuurlijk. Want die moeten nou weer naar Twente. En die gaan denken, ja, dan moeten we weer zo ver van onze kool gaan verdedigen. Dan moeten we weer zo opbouwen. Dinsdagavond is die wedstrijd. Ja, wat gebeurt er dan? Dus ja, als trainer ben je er ook wel verantwoordelijk voor dat je je ploeg goed het veld instuurt en ja, dat je ze ook beschermt. En waar nodig aanpassingen doet, ja. Ja. Kenneth, je had het over die 9 van de 10 trainers die doorsnee zijn. Ja. Is Van Persie... Hij is geen doorsnee trainer, nee. Nee, op dit moment niet. Maar hij is spraakmakend, hij is in bepaalde lijn. Soms lijkt het bijna op een jeugdtrainer, zeg maar, waar het resultaat niet belangrijk is, maar het proces en zeg maar het ontwikkelen van speelstijl aan spelers. Alleen, dit is profvoetbal en daar is resultaat ook best wel een belangrijk onderdeel van. Maar hij gelooft dus heilig in dat als hij dit doorzet met deze spelers, dat er resultaten gaat komen. Ik betwijfel dat, want de manier hoe hij wil spelen vraagt een heel andere soort spelers dan wat hij eigenlijk tot zijn beschikking heeft. Als jij tegen de midlijn aan wil verdedigen de hele tijd, tegen snelheid, en je hebt geen snelheid erachterin, is niet de allerbeste oplossing. Als jij wil opbouwen de hele tijd met je twee centralen, die niet zo heel goed aan de bal is, is geen goede combinatie. Dus tegen NAC kom je ermee weg, ondanks dat je ook nog daar 3-4 grote kansen weggraven bij 0-0. Maar uiteindelijk heb je wel meer kwaliteit en je scoort en je wint. Oké, prima. Alleen ja... Dat is, vind ik, niet de juiste samenstelling dan van je selectie als je op die manier wilt trainen en spelen. Maar hij wil natuurlijk gewoon zo'n trainer zijn. Zo'n positieve trainer, aanvallend voetbal. Oh, daar is ook helemaal niks mis mee. Zo wil hij profileren. Daar is niks mis mee. Alleen dan had jij in juni, werd hij aangesteld in juni, had je bij de club moeten... En de club had met hem, oké, hoe willen we spelen? Nou, we willen zo en zo spelen. Dan heb je niet Bokniewicz en Kersten als centrale verdedigers. Nee, dan heb je twee bloedsnelle verdedigers die ook nog wat kunnen voetballen. Nee, ja. Dus dat vind ik een beetje mismatch. Je kost 40 miljoen tegenwoordig. Ja, dit is een micro van de maar je kan toch wel in, je hebt toch wel snelle verdedigers. Stones had hij wel willen hebben, denk ik. Nee, maar ik bedoel, als jij... Nee, maar dus, je hebt ook gelijk, tuurlijk. Zo is het ook gewoon. Alleen... Ik weet wel, maar je kan wel de type... Nee, een ander type, je hebt, niet je hebt, dat je natuurlijk... Je hebt helemaal gelijk, maar ik bedoel, dit is gewoon een hartstikke onervaren trainer. En natuurlijk staat hij daar met bravoure naar aflopen, dat hoort ook bij hem. Ik heb er echt ook een zwak voor, maar het is wel een onervaren trainer. En hij leert er ook van, want hij doet wel net alsof hij dat in een volgende situatie exact hetzelfde zou doen. Dat geloof ik niet, want daar gaat hij dingen van oppikken. Maar dat hij een lijn heeft, hoe hij wil spelen, een filosofie heeft... Heeft dat toch in principe iedere trainer? Ben je gek? Ook wel een beetje moe van af en toe. Sommige trainers doen maar wat. Nou ja, absoluut. Martijn. Absoluut. Luister nou, ja, de meeste trainers hebben toch... Ja, het ziet eruit alsof ze maar wat doen. Maar ze hebben toch echt wel een idee? Nee. Natuurlijk wel. Elke trainer... Maar hij heeft voor de groep kunnen staan. Maar er wordt dan net gedaan van Persie wil aanvallend voetbal spelen. Ja. Avontuurlijk, et cetera. En er wordt dan net gedaan alsof het de 8e wereldwonder is. Goh. Nou, hij blijft het in ieder geval volhouden, ook als ze dus dik achter staan. Het enige is, het is wel makkelijk als je trainer van Heerenveen bent. Hè. Ik bedoel, dat kan bij een topclub natuurlijk niet wat hij doet. Want uiteindelijk inderdaad gaat hij echt van de onderste straks een paar keer weer winnen. En dan sta je keurig op de 9e plek. Ja. Nou, en bij Heerenveen zijn ze dan natuurlijk hartstikke blij als je einde van het seizoen 9e staat met leuk voetbal. Je kan dit beter doen. Deze manier kan je beter doen bij een topclub, zeg maar, bij City. Die kunnen wel zo spelen, want die zijn vast aan de bal, zeg maar, en hebben snelheid. Ik bedoel, maar hij kan hier nog fouten maken. Nee, en daarom is dit de reden dat denk hij... Dat denk je, naar Heerenveen. Dit is nou precies de reden waarom hij naar Heerenveen moet. Maar hij kan dit niet... En Heerenveen is toch niet bal op dak, 4? Nee, maar hij kan daar wel een fout maken, natuurlijk. Nee, oké. Ja, dus dan moet je wel naar zo'n club om daar... Ik vind dit best wel hoog om dat een beetje als jeugdtrainer uit te proberen. Ik ook. Ja, ik ben met je eens. Ik vind het ook.
Maar dat mag ik bijna niet zeggen, hè? Want, voor wie? Een, een heilige is het. Van wie niet dan? Van wie ik? Nou, ik zat vanochtend de Telegraaf te lezen. Oh. En ik moest er allemaal vanaf blijven. Valentijn Dries had een column inderdaad. Dat is wel leuk dat Valentijn positief is over iemand. Dat Valentijn, dat doen we niet. Nee. Nee, maar mooi is dat toch? Ja, zeker. Nee, de ene twee hoeven maar verkeerd te kijken. En de andere die hebt... Nee, we mogen hartstikke kritisch zijn op hem, toch? Maar je mag wel van Persie gewoon kritisch zijn. Zeker. Hij is niet anders gewend als speler. Dus ja, ja. 9-1, dat kan gewoon niet. Wat is het Nederlandse woord voor ownen eigenlijk? Het kan ook zijn dat hij niet op de Nederlandse woord kwam. Accepteren of zo? Ja, zoiets. Je moet het tot je nemen. Dat heb ik niet zoveel. Weet je, dat je niet op de Nederlandse woorden komt, heb ik niet zoveel moeite mee. Nee. Maar ik vind wel dat trots, dat vind ik een groot woord. Ik denk dat een versprekingje was. Dat kan bijna niet anders. Dat was zo ja, jij neemt het weer voor hem op? Nee hoor, maar ik kan me voorstellen dat... Je bent fanboy. Ja, is dat wel... Hij is fanboy, ja. Ja? Hij is fanboy. Maar... Ik heb een leuk interview gehad. Dan word je zo in zo'n hoek gezet. Ben je weer ingepakt, hè? Ja. Maar trots is toch best wel, weet je, dat is best wel hoog. Dus ja, wat komt daarna? Ja, nee, ik bedoel, dat is een ongelukkig gekozen woord in deze situatie, maar... Maar hij heeft het tegen de spelers gezegd. Dus dan is het toch niet een verspreking? Ah ja, maar weet je, bij hem heb ik nou echt zoiets van, laten we nou... het is net Valentijn. Bij hem heb ik echt zoiets, laten we nou eens gewoon een paar maanden de tijd geven. Nee, een paar maanden. We moeten hem langer dus geven. En niet, we moeten hopen dat hij... Dus niet, maar voor Persie wel. Nou, soms dan weten we dat gewoon. Niet iedereen is gelijk. Zeker. Dat is...